Dit lag bij mijn dochter op de... Ik roof echt mijn hele huis leeg. Maar moet wel heel even gestoomd worden. Oh, sta erop. Alleen, ik weet wel dat er ergens een vlekje op zit die we even weg moeten stomen. Want Bonnie die heeft overheen gekotst. Ik ben Jelka. Ik werk als actrice, maar ooit was ik decorbouwer voor film en televisie. Dat is eigenlijk het enige waar ik een diploma voor heb. Kijk! En nu heb ik dus mijn eigen home makeover programma. Kom op, schoppen met jou! En dat doe ik met een team van vrienden. Ik sleur ze overal mee naartoe. Nou ja, als ze er zin in hebben. Ik luister heus naar wat je leuk vindt, maar ik doe het wel op mijn manier. Dit is Jelka, op eigen houtje. Oké, nou, nee. Waar was Wilma, jongens? Even kijken. Ik heb ook een hier. Dit was het. Wilma. Ik zag haar filmpje en dacht, ik ken die vrouw ergens van. En toen dacht ik, wat ze heeft van dat hele knaloranje haar. Ik denk, ik ken dat. En dat was dus, zij woonde ooit een paar blokken achter mij. En ik zag haar altijd lopen met de hond. En dat was altijd zo'n paradijsvogel van de buurt, weet je wel. Ze is psychiatrisch verpleegkundige. En ze werkt met daklozen. En ze helpt allerlei mensen. Echt met onderdak en mensen die in problemen zitten. Het is gewoon echt zo'n mantelzorgende buurtvrouw. Dus toen dacht ik, oh, die gun ik het wel heel erg. Kijk, even kijken. Oh ja, god, ja, zie je dit? Wilma. Hallo, ik ben Wilma. Ik ben gescheiden en ik woon nu 8 jaar in dit huis. Ik heb met behulp van vrienden, maar ook al heel veel dingen alleen, heb ik het huis opgeknapt. Dat was niet. Het moest met snelheid, want mijn kinderen zouden hier ook komen wonen. Beneden heb ik het eigenlijk al behoorlijk aangepakt door muren eruit te breken. Het is echt een hele leuke huis. Ze zijn alleen super klein. Je kan er echt helemaal niks. Heel veel mensen heb ik niet meer. Maar wat ik heel fijn zou vinden is de slaapkamer waar ik wat ideeën mee heb. Het bed is net zo groot als die slaapkamer volgens mij, toch? Kijk. Blu, up, bed. En ik denk dat Jelka, die kan ook heel goed out of the box denken. En die houdt van kleur. Kijk, you had me at kleur. Je hebt niet eens kleur. Ik ga dit doen. Ja, absoluut. Het is toch te leuk? Kijk nou hoe gezellig het hier is. Kijk, daar is nog een... Hey! Een oude achterbuurvrouw. Oh, nog een keer. Hey, hoi! We gaan aanbellen. Hallo! Ja, hallo. Oh, we hebben dezelfde broek aan. Kijk dan, jongens. We hebben gewoon dezelfde broek. Dezelfde broek. Nou. Het is helemaal anders dan het mijn huis was. Ik had altijd zo'n ingang, dus het huis liep zo. Ja, dat is echt totaal anders. Toch weer heel anders, ja. Ja. Maar het gaat om de slaapkamerverdieping. Ja. Nou, Zal ik het laten zien? Maar, ja? Oh. Heb je alle onderbroekjes goed weggeborgen en zo? Ja, daar heb ik heel goed op gelet. Alles is weg. Oh, hier heb je dus de overloop. Ja, dit is de overloop. Ja. En hier is mijn slaapkamer. En hier gaat het dus om, Jelka. Oké. Hier gaat het om. Oh, het is wel best wel klein. Ja, het is niet zo heel erg groot, hè? Het is vooral heel veel in een kleine ruimte. Ja, klopt. Dat is ook zo. Het is nou een beetje bij elkaar geraapt soortje eigenlijk. Waar is deze deur? Weg. Oh, die staat daar, want die kan niet... Nou, dat is ook zo leuk. Kijk, die kon niet meer open. Ja. Dus ik kon niet meer in mijn kast. Oh, ze hebben me gewoon uitgehaald. Ja. Ah, ja. Dus ik dacht, die haal ik er dan maar uit zo lang. Maar dit is nog best wel een lekkere kast. Ja, daar staan alle spullen in als ik wil schilderen of iets leuks wil maken. Dit soort kast. Maar dat is eigenlijk niet echt de ruimte dan ervoor. Dus nee, natuurlijk... dit bed is eigenlijk een beetje too much. Mag ik nog even verder gaan spieken? Ja, zeker. Want dit is dan, waar is dan de badkamer dan? Daar, deze deur. Deze? Oh, deze. Nee, die. Ja. Ja. Oh ja, dus dit is gewoon de douche. Nou, het is een douche. Het is helemaal geen badkamer. Nee, het is een douche. En hier zit mijn grote droom wel in. Ja. Ik heb op de Koppel gewoond in Bokstel in Brabant. Ja. Daar had ik best wel een flinke badkamer. En dan lag ik in bad en dan deed ik de ramen open. En dan lag daar mijn kat in het raam. En dan keek ik op de kerktoren, serieus, met een prachtige boom daarvoor. En dat vond ik zo heerlijk. En ja, dat is dit niet. Nee, sorry, nee. Jelke, is het zeker niet. Dus toen dacht ik, nou, wat kan dan wel? En ik vond het een heel leuk idee, en nog steeds, om op de slaapkamer te hebben. Ook in verband met privacy, want ik heb hier natuurlijk toch ook logees en zo. Dan kan ik niet in bad zitten terwijl dit allemaal open is. Ja. Tenminste, dat is niet echt ontspannend, nee. Maar hoe had je dat dan bedacht? Want dan heb je de bed en dan plons. Want dan, maar dan heb je, kan je niet meer, en dan kan je helemaal niet meer bewegen. Nee. Oh, dat weet, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Hey, en vind jij het goed als ik jou heel even wegstuur? Oh. Ja, nee, dat is wel stom. Maar ik wil even, dan kan ik even rustig kijken en denken van, oh ja. Ja. Zonder dat ik iets verklap of dat ik denk, oh. Ik laat heel even de hond uit. Ja, top. Ja? Joe. Doei.
Ja, ik snap het wel. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je zo... Dit, je hebt niet echt heel erg buren of zo. Je kan wel een beetje afschermen. Maar ja, het is zo klein. En je hebt gewoon heel veel spullen. Dus hoe... ik weet niet hoe je hier... En kleding. Sorry. Dan heb je wel hier die kast. Want daar heb je eigenlijk ook niks aan. Maar stel dat we breken dit wel door en we maken de douche wat kleiner. En dan doe je daar het bad zo. Naast dat bed? Nee, dat bed moet hier weg. Let op. Dan doe je dus hier. Let op. Dit wordt gewoon muur en dan komt het bed zo. Dan heb je al best wel veel ruimte gewonnen aan die kant, toch? Wacht even, want ik zie ons nu. Wacht even. Oh. Het is te krapje. Ja, sorry. Dan doe je hier tussen een soort wand iets met kastachtige situaties. Want weet je wat het is? Namelijk, dat vind ik... Kijk, kledingkasten zijn over het algemeen... Kijk, want dit is het. Dus wat gebeurt hier nou? Dus zij heeft dus zo'n stapel kleren. Het staat helemaal naar voren. Maar je gaat er ook niet een stapel voor doen. Dus als je... Nou, moet ik even... Nou, hier. Dan komt hier een kast van zo dik. Ja, moet zij niet ook een beetje schiften in de kleding? Dit is toch te veel? Nee, dat had ze al gedaan, zei ze. Wat zeg je? Dat had ze al gedaan. Ja, nee, dit is... Nee, maar kom, dit is een vrouw. Ik heb ook 600 laarzen die ik niet weg wil doen. Dan doen we hier een heel klein wasbakje gewoon. Dus een dun wasbakje om gewoon, weet ik veel, je tanden te poetsen of iets. En dan wordt dit gewoon de losse douche. Toch? Hier het bad, ja. En als ik dan hier dan het bed doe, daar het bad. Mm-hmm. Opening van de deur, daar. Ja. Ja, gewoon tegen de muur. Mm-hmm. En dan hier een kast. Er tegenaan. Dit is al een zwevend gedeelte, wordt aan het plafond gemaakt. En dan heb je toch gewoon dat er nog ruimte is. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk zo'n lichte eikenhouten vloer, gewoon zo'n naturel kleur. Wat wordt je kleurenpalet? Dit is mijn favoriet. Blueberry. En roze, altijd roze. En het goud heb ik even bij voor de messing look, zeg maar. En ik dacht dit dan voor het plafond, zoiets. Snap je? Wil ik eigenlijk een heel dun wasbakje. Gewoon heel smal. Want het is echt puur om even de tanden te poetsen. En voor de make-upjes en zo. Ja. Ja, en ik ga morgen dan de tegels uitzoeken. Dus ik wil echt iets wat hierbij matcht. Want dit werkt wel, volgens mij. Het werkt wel. Ik ben gek op tegels. Ja. Ik ben gek op jou. Ik ben gek op tegels. En ik ben gek op jaren 60 design. Eames. George Nelson, dat soort... Hele mooie meubels altijd. Ja. Dit is John Buisman, dames en heren. Hallo. Dit is eigenlijk de allerleukste man op aarde. Ja, ik heb ook een hele leuke man, is waar. Maar John Buisman, dat spant toch wel de kroon. Ja. We gaan nu naar zo'n winkeltje. Ik heb een totale tegelfetish. Totaal. Ik zou eigenlijk liefst mijn hele huis willen betegelen. Want ik vind alle tegels... Er zijn zoveel mooie tegels. Alleen het probleem is een beetje dat hij dus met levertijd zit. En ik moet dus over 3 weken moet ik al tegelen. Ja. Restpartijen, als je die ook? Heb ik ook al gevraagd, maar ik heb 8-9 vierkante meter. Nee, dat is geen restpartij. Nee. Ik heb ook wel heel vaak gewoon restpartijen gekocht, terwijl ik nog niet wist waar ze voor waren. Nee, zit ik dus ook in elkaar. Weet je, mijn hele huis is vol met spullen. Ik denk, ja, ik heb volgens mij behang gekocht. Ik heb babybehang gekocht voordat ik überhaupt... Het was 5 jaar voordat ik überhaupt zwanger werd. Kijk nou, John. Wauw. Hebberig, wordt er heel hebberig van. Geen goedkope zaak. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik wel. Is wel mooi. Bon. Oké, let op. Wilma, die wil heel graag een badkamer. Eigenlijk aan een badkamer is altijd fijn. Dat is altijd fijn. Ja. Maar ze wil het zeg maar in de slaapkamer. Ja. Ze krijgt gewoon een soort spa in haar eigen slaapkamer. Dat verdient ze ook. Ik heb kleuren, let op. Bam. Donkerpaars. Roze. Zij is helemaal niet bang voor kleur. Dat is een lekker. Pak naar mijn hart natuurlijk. Ja. Dat is een aapje naar mijn mouwtje. Goud. Hippa. Een beetje in die range. Kittig? Oké. Oké, we gaan elkaar niet aankijken. We gaan allebei een tegenhoud kiezen en dan komen we over 2 seconden terug, ja? Ja. Oké, go. Jezus. Ja. Ik ben er nog niet. Oeh, dat is een goede kleur, wacht. Kijk, ik leg het even neer. Ja, ik leg het ook even neer. Oh, kijk. Jij gaat die kant op. Dat is grappig. Ja, ik ging helemaal in de groen-roze tinten. Grappig. Maar ik hou wel van de crème caramel. Ja, maar dit is... Lieve schat, het is de savanne.
Je bent helemaal niet... Dit is toch een hele andere kleurenkaart? Ja, maar dit is toch ook mooi? Nee, je daag maar uit, dat vind ik leuk. Ja. Even kijken dan. Dit zou ik wel... Dit zou ik wel in mijn badkamer willen, zeg. Dit. Nou ja, nee. Ik vind dit, niet verkeerd, trouwens. Die is toch vet? Ja, die vind ik mooi. Die is heel tof. Die vind ik mooi. Maar wat nou, let op, als we dus... Want dit vind ik zo'n mooie tegel. Ja. Dan wil ik deze... Deze kleur. Ja. Mag ik heel even wat vragen? Jazeker. Kunnen alle kleuren die je op de muur hebt, of niet? Ja. Oké. Okay. En deze? Ja. Echt? Alles kan in elke kleur. Formaat. Ja. Hey, en, nou, toch, hè? Want ze gaan wel over 3 weken tegelen. Dat wordt krap. Want? Moeten ze dan... Nou, de levertijden nu zijn 4 tot 6 weken. Het wordt allemaal gemaakt per hand, ja. Oh. Misschien wel met deze. Met wat? Met vlakke tegels. Ja? Want die hebben ze, die biesjes, op voorraad. Dus dan hoeven ze alleen nog geglazuurd te worden. Dat duurt 2 weken. Dus dan kan het met 3 weken hier zijn. Nou ja, dan zou ik zeggen... We doen gewoon... Voor het bad? Ja, het is wel heel donker. Voor het bad? Ja. Eigenlijk maar 1 keus. Deze kleur tegels en dan in dit formaat.